Op 14 mei herdenken we het bombardement van 14 mei 1940. Een bombardement dat vrijwel de gehele binnenstad van Rotterdam verwoestte. Vandaag is dat 79 jaar na dato. En we herdenken bij het monument Verwoeste Stad. Symbool voor het hart van Rotterdam dat verloren ging bij het bombardement. Zojuist luisterde u naar het Signaal Rotterdam 14 mei, gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. U gaat nu luisteren naar het stuk Eternal Father Strong to Save, eveneens door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van eerste luitenant Peter Bongaerts.